Een heel belangrijke in het aan- en verkopen van een bedrijf is natuurlijk de waardering. Specifieke waardedrijvers zijn bijvoorbeeld het hebben van een nieuw product in een nieuwe markt wat heel goed loopt en waar nog heel veel potentie in zit. Waardevernietigers zijn heel sterke afhankelijkheden. Afhankelijkheid van het management van de ondernemer zelf. Afhankelijkheden van een klant die heel dominant is. Of een leverancier die 90% van je omzet uitmaakt en dan ook nog in China zit. En als daar iets gebeurt, dan staat je business direct onder druk.